Welkom, 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 welkom terug. En na het intro gaan we verder met Black Flag aflevering 2. We waren een beetje de weg kwijt. We hadden wat kistjes vorige keer gevonden. Natuurlijk die hele geheimzinnige fles met die rare tekst uit Hamburg. En nu dus gaan we op zoek en verder komen in de game, hoop ik. Tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Ja. Want wij zaten hier... Ik ga hier even naar boven klimmen. Dan hebben we een beetje een uitzicht. Overzichtje wil ik hebben. Want we zaten weer eventjes... Ja, die vogel weer. Zo. Oh, we moeten hier sowieso naar beneden. Oké, nou. We duiken. Ongezien zwemmen. Oh, dat is makkelijk om te doen dadelijk. En ik heb een stipje gezet op de mapkaart. Daar moeten we even naartoe. Dus dat betekent dat ik net wel goed zat. En ik had een vriend gesproken van mij, Sammetje. En Sammetje zegt, jij moet naar het verboden gebied. Ik zeg, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want word ik dadelijk gestraft door de piraten. Nou ja, het moet dus eenmaal. Het moet gewoon, jongens. Ik heb geen andere keus. Ik moet er gewoon naartoe. En het gaaf is dat ze echt allemaal dingen hebben bedacht in de game. Waar ik aan kan slingeren en weet ik het allemaal niet. Even kijken hoor. Oh, daarboven staat de stip. Daar moet ik eigenlijk naartoe. Fijn. Ik wil het eigenlijk wel even doen, jongens. Eerst naar de stip en dan gaan we verder. En dat wordt even puzzelen. Want je moet kijken waar je je aan vast kan klauwen, zeg maar. Nou, die boomstammen zie ik daar in de hoek. Daar kunnen we denk ik wel naartoe. Moment. Nee! Dat gaat niet goed, jongens. Nog een keer. Even naar boven. Ik ben nog een beetje beginner in de game af en toe. Ik speel het spel niet zo heel veel, dus het is voor mij ook een beetje uitvogelen hoe en wat. Maar dit was beter. Gaan we via deze zijkant, via deze stamboom. Is het een stamboom? Ja. Gaan we even hier iets verder komen, denk ik. Kijk, nou zijn we al iets verder om kunnen synchroniseren. Ik kan me laten vallen, maar dat doe ik niet. We moeten even kijken daar naar boven toe. Daar glinst het iets. En daar is ook een grot. Kijk, dat is, daar, nu komen we wat verder. Maar niet via dit. Ik denk dat we via die zijkant wel wat verder kunnen komen nu naar boven. Gewoon via deze kant. Huppakee. Wauw, en die waterval, die doet het hem wel, jongens. Kijk, nu komen we wat verder. Ik ruik hem al. Ja, daar is het. Daar is het. Ik zie wat. Kunnen we hierop? Op die steen? Fragment. Ik heb een fragment geunlocked. Oké, tof. Nou, dat was gaaf. In ieder geval wel iets nieuws unlocked. Wat daar verstopt zat. Dan kunnen we met een gerust hart weer verder. Een fragment. Dus dat is leuk verstopt daar. Oké, nu gaan we naar het verboden gebied. Het gebied waar ik eigenlijk dus niet mag komen. Maar we gaan het even synchroniseren. Ik zag een schip daar. Ik zie een vogeltje elke keer. Dat adelaantje. Dit zie je elke keer. Elke keer weer. Oh, dit is gaaf, joh. Laten we hier naar beneden gaan. In het water plonzen. Hij is echt een stuntman, hè, die gozer. Oh, ik hoor mensen. En dit is verboden gebied. Dat betekent dat we op een gebied zitten die verboden is. En ja, daar mag je gewoon komen, dat weet ik. Maar ik kom er niet graag, omdat er juist allemaal van die gasten komen die me verslaan. We moeten ongezien gevonden worden. Dat ga ik gewoon proberen. Hier zien ze me niet. En of ik nou die gozer kan lokken? Fluiten. Kijk, let op. Schildpadden? Ja, ik heb hem. Hoppakee. Oké, hoe gaan we dit nou oplossen, jongens? Gaan we door... Oh, volgebieden. Kijk. We gaan ons verplaatsen via deze gebieden. Via die bosjes. Kijk eens, mooi gedaan dit. En je zou kunnen fluiten. En dan zouden mensen dus naar je toe kunnen komen. Ik fluit gewoon even. Hey, kom op. Hij ziet me niet. Let op. En dan gaan we hierin. Hoppakee. We gaan wat dichterbij bij hem. Oh, als hij me niet ziet. Kom op. Ja, niet rennen. Dat helpt niet. Kijk, nu komt hij dichterbij. Oh, waar gaat hij nu naartoe? Oké, ik zou hem kunnen pakken nu.
Let op, let op, let op. Oh! En ongezien. Huppakee, oh gaaf dit. Oké, hoeveel vijanden? Daar staan er maar liefst 3. Nou, dat zijn een beetje te veel. En het zonnetje komt lekker door bij mij. Ik zie het. Vlindertjes, wat zie ik nog meer? Ik zie een kistje staan. Dan moeten we daar toch nog even naartoe. En we moeten uitkijken voor die vent. Kunnen we hier oversteken, denken jullie? Nee, dat gaat hij zien. Hij moet even hier naartoe komen, die vent. Moment, moment. Hij moet even zijn rug, hij moet even weg. Ja, kijk, kijk, kijk. Nu gaan we lopen, 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 lopen. Waar zijn die schildpadden? Oh, die zijn daar. Kijk nou, hoe leuk, joh. Gaaf, die beesten. Kom op. Kom hier naartoe. Oh, God. Oh, God. Oh, shit. Hij heeft me gezien, hoor. Oh, hij doet niks. Oh, gelukkig. Kijk, nu komt hij hier naartoe. Kijk, hoort fluit. Kom hier, zit ik in die bosjes. Kom op. Ja, 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 ja. En... Pats! Oké, hoe komen we bij hun twee? Of hun drie? Ik moet hem bevrijden. Dus ik denk dat we gewoon keihard gevecht moeten gaan doen. Denk je niet? We beroven hem gelijk. Ik denk dat ik hun moet gaan aanvallen. We doen het gewoon, jongens. Let op. Hoppakee. Oh, oh, nice. Oh my god. Oh my god, dat was nice. Oh, wauw. Wat een dikzak. God, Christa, you saved me. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. Here lies its port, and I have no answer. Ik heb een lekker shipje, jongens. Af en toe moet je shipje eten. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But... Wees blij dat ik je even bevrijd hebt, meneer. I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Dat vechten ging wel makkelijk trouwens. Dat vond ik eigenlijk wel heel vet, want ik weet dat... Je hebt natuurlijk bij Assassin's Creed 1 en 2 had je natuurlijk die bad guys. En die waren net een tandje moeilijker om te bestrijden. Nou, voordat ik naar die vent ga, ga ik even die turtles kijken hier. Kan ik daar nog wat mee doen? Ik weet niet of ik dat kan vermoorden, dat beest. Ja, tuurlijk. Kijk, misschien zit er wel schildpaddensoep. Dat verkoopt best wel aardig, denk ik. En hier een hele mooie grot. Ik weet niet wat we hier kunnen vinden, maar misschien zit hier wel een secret. Ik zou eventueel hier naartoe kunnen, zie ik nu. En je weet ook niet of hier geheimen liggen. Ik zie hier allemaal zooi liggen. En hier nog een... Nee, hier is niks. Er ligt wel een touw hier. Kan je naar boven? Nee, het is gewoon een kloof. Een grote kloof. Nee, je kan niet klimmen. Hoppakee. Ik zag wel een kistje staan op de mapkaart. Ik weet niet of die er nu nog is. In ieder geval een heel raar teken staat hier wel. Het is hier op dit... Oh, dat betekent dat je hierin kan verschuilen. Oké. Daar was het kistje. Kijk. En die wil ik beroven. En er zit weer een saffier in. En een kraal, paarlenkraal. Oké. Sounds fair. En hier is een mapkaart. Is dat weer zo'n fles? Even kijken hoor. Een stuk kaart hier. Interactie. Oh, daar ligt een lijkje op. Good day's hunting. Schatkaart. Schatkaarten tref je aan op stoffelijke resten van ontdekkingsreizigers. Nou, deze was wel heel erg stoffelijk. Ze wijzen je de weg naar een bepaalde plaats op een eiland. Als je op de aangegeven plek gaat graven, kun je geld vinden of ontwerpen om je schip te verbeteren. Wat grappig. Oké. Dus een schatkaart kan je helemaal... Oh, kijk nou joh. Oh, dat is gaaf gedaan. Oh, ze laten zien waar je naartoe moet. Daar was ik net. Oh, wat gaaf. Daar was ik net, joh. Wacht, daar gaan we even naartoe. Ik ga er nog eventjes naartoe, want daar was ik net. Oké, er zit dus een schat daar. Nou, dat vraagt gewoon erom dat ik daar even moet gaan kijken.
En we kijken hier zo, zat het ergens. Hier niet, dan moest je verder naar achter. En dan zou hier die schat moeten liggen ergens. Ligt het hier? Nee. Hier misschien? Onder, hieronder. Nee. Kan ik hem nog een keer pakken? Wacht, ik ga nog een keer die schat gaan pakken, want ik snap het even niet. Waar zal die bij liggen, jongens? Wat is het? Oh, verzoeken dit, jongens. Database misschien weer. Schepen. Documenten misschien. Brieven, nee. Fauna. Oh, een schildpad, kijk nou. En een wild zwijn heb ik gevonden. Wauw, wat een beest, joh. Zeeschildpadjes. Ik kan het toch niet vinden. Ik moet misschien op select. Nee, ook niet. Hier moet, ik het vinden, joh. Graven. Kijk, nu komen we verder. Gewoon in het midden, joh. Wat vinden we? Een kistje. Het is echt een schatkist. Huppakee, trap dat hele kistje verrot, joh. En 10 gamer points. Voor wat hebben wij? Excavator, als ik het wil. Find a buried treasure. Een opgegraven kist hebben we gevonden. En ik zie ook allemaal visjes hier in het water, zie je het? Nou, wat grappig, joh. Het is wel echt heel erg met dieren ook. Dat vind ik wel heel gaaf gedaan. Dat miste ik soms nog wel eens in Assassin's Creed. We hebben natuurlijk altijd op die paarden die we altijd konden bereiden en zo. En nu schildpadjes en zo. Je ziet wel heel veel variatie. En we gaan nu lekker naar het schip toe. En daar moeten we denk ik weer naar zwemmen. Ik zie geen snellere manier. Maar het ligt niet zo heel ver weg. Huppakee. En we kunnen snel... Ik zie nou grotere vissen al. Ik hoop geen piranha's en haaien. Want dat lijkt me dan weer iets minder. Ongezien zwemmen. Ik ga het eens proberen. Even kijken. Ja, dan ga je gewoon een kopje onder. Prachtig. Gaaf gedaan. En we klimmen het schip op. Kan dat? Hier kunnen we erop, denk ik. Juist. Welkom op aan boord. Oh, ik hoef niet heel dat schip gelijk te beklimmen. Oh, gaan we aan het roer. Oké, dit is gaaf. Roer overnemen. Oké, dit is heel stoer. Vaar de baai uit. All hands on deck. Welkom op mijn schip. Land, maatjes, landrotten. We gaan de baai uitvaren. Recht vooruit. Bakboord, stuurboord. En we gaan hier een hele mooie draai maken. Oh, wat fantastisch is dit, jongens. Vincent, niet in zijn vrachtwagen. Hij rijdt niet in de auto, maar hij bevaart op een schip. Kapitein Vince. The raw stink of possibility. Fantastisch gedaan dit. Echt fantastisch. Is ook wat, gaat ook wat sneller dit dan zwemmen, vind ik. En nu moeten we een bochtje maken. Kijk maar ook heel dat roer omgooien. Geweldig. Ga naar het werk. Piraten. Zal ik even de mapkaart openen? Want ik heb het gevoel dat het helemaal dicht zit daar. Oh nee, volgens mij gaan we wel de goede kant op. Ja, we moeten gewoon een heel stuk gaan varen. Oké, leuk. Het ziet er wel gaaf uit hoor. Schrap zetten. Wat is schrap zetten? Oké. Afremmen kan je doen. Kijk, nu gaan we wat sneller. Maar je kan zelfs remmen. Oh, hier moet ik een bocht maken. Een best wel scherpe bocht, dus ik denk dat ik zo moet afremmen. Hé, hey, en ik zie flamingo's. Oh, gaaf joh. Oh, wat een mooie bochtje jongens. Oh, nee, remmen. Ja, kijk. Dit is wel heel vet gedaan in de game hoor. Want dit hoorde ik ook toen de game in de maak was. Van ja, je kan nu schepen varen. En ik had zoiets van nou, dat lijkt me helemaal... Geen leuke toevoeging op zich. Maar nu ik het zo aan het anker sta, heeft het toch wel... Het heeft wel iets, vind ik. Ja. En dit hoort ook echt bij de game. Vaar erbij uit. Nou, we zijn er al bijna. Dus het ging best wel redelijk snel. We hebben nog 3 streepjes over op het schip. Dus kapot gaan we nog lekker niet. What shall we do when a drunken sailor? What shall we do? Na evenement kijken. Oh, wauw. Oh, fantastisch.
Oh. Prachtig. Dat zag er vet uit. Wauw. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my button. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, I. Heerlijke chippies, jongens. Je moet hier jaloers zijn. Mm. Fantastic work. Very promising. Nu zitten we geloof ik in de Aminus. En we hebben een actie voltooid op Uplay. Uplay hoort bij Ubisoft. Zijn een soort achievements. Maar dan voor Uplay eigenlijk. Mmm. En heerlijk, die nasmaak van die chips. Oh. Alright, easy now. There you go. Welcome back. Hallo, jonge dame. Hallo. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, alright? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. Ja, oké, look up. Kijk omhoog, ja. That's it. Down. So far so good. Let's get you up. Oké, ik ga opstaan. Oh. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Dankjewel. Hij zit goed. Testing, 1, 2, 3. Hello, bonjour. Ja, ik hoor je. It works. Dit is toch wel een beetje first person, dit. Let's take a walk. Ja, dit is first... Nou ja, jongens, ik heb het net gezegd. Gewoon first person zit er in deze game. Wat vet. Oké, gewoon compleet goede game nu. Heel vet. Wauw. Dit is apart, joh. Dit is echt heel apart. Ja, indrukwekkend inderdaad. Oh, dat is een mooie foto. Dat moet je kijken. Vet. Oh, je liep te praten tegen mijn mevrouw. Oh, sorry, ik liep al vooruit. Ik moet achter je lopen, sorry. Daar gaan we. Polonaise! Oh. Ja? Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Oké, ik vind het heel mooi. Versions of real history. Kan je ook rennen? Ja, je kan een beetje... Oh, koffie. Kijk nou, koffie. Ik zou eigenlijk wel een koffietje lusten. En wat heeft die vrouw? Wat heeft u voor lekker drinken? Dag, mevrouw. Wat heeft u voor lekkere drinken? Nou, er zit niet eens drinken in, mevrouw. Hallo, ik wil een koffie. Oh, sorry. Piept ik voor? Oh, ik zit toch te bellen. Hallo, mag ik alsjeblieft 1 cappuccino van u, meneer met de bril? En wapperen met je handen. Nee. U heeft niks meer. Nou, kijk, daar staat een kopje. Als u daar nog pakt, dan komt het helemaal goed. Slechte service. Mevrouw, waar bent u? Oh, daar. Sorry. Die meneer met die koffieman, die ging ruzie zoeken. Want die gaf me geen koffie en zo. Dag, mevrouw. Wat is dat voor... Waarom heb je geen Acer of... Hè? Waarom nou zo... Wat is dat? Abstergo. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Dankjewel, mevrouw. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Oh, wat is dat nou? Oh, dan kan je zien waar ik naartoe moet, denk ik. You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator. Wat zit hier in voor beesten? Zit hier van die waterschilpad? Zie ik nou serieus een octopus liggen daar? Oh, daar ligt een octo. Wat leuk. En hebben we nog meer dieren? Even kijken. Ik zie visjes. En oh, wat gaaf, joh. En dan gaan we hier naar binnen. Abstergo. Oh, het is allemaal Abstergo, joh. Dat is het merk of zo. See that flashing wireless signal? Mijn bestanden. Wat is dit nou weer, joh? Oh, dan kom je weer ook werknemerspaspoort. We're headed up to the Sample 17 studio. Oké, project Monster. Tweede verdieping. Laten we daar naartoe gaan. Huppakee. Tweede verdieping, alstublieft. Rare buis. You ready? Ben je klaar? Ik ben klaar, zeker weten. Ik volg jou.
Oh, kijk die visjes, joh. Gaaf. Oh. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17. Chippies! Connor. Die heerlijke chippies, kijk jongens. Die heerlijke chippies. Ah, arjar, matey. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, this is the sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor, Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we can forge some fantastic experiences from what we find in there. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. Vrouwen en technologie moet je niet samen toevoegen, inderdaad. Oké. Wat is dan een beeldje? So sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Moet je kijken hoor, apart jongens. Moet je kijken. Ik zie daar al een beeldje. Wat grappig joh. En dat is de Animus. 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 Ik zit me helemaal met Anubis, jeetje. De Animus. En de Animus, daar kunnen we denken. Ik ga toch even kijken. Paspoort, wat hebben we? Jouw sleutel tot succes bij Abstergo Entertainment. Nou, wat is dit? Dus een werknemerspaspoort zie ik nu. Dan kan er helemaal naar beneden gefeliciteerd met de grote stap richting de beste jaren van je carrière. Oké, ik heb dus ineens een job of zo. Nou, ik ga dat niet allemaal lezen, jongens. Dat is heel veel informatie. Wel ontzettend gaaf dat ze dat helemaal hebben uitgewerkt. Vet. De hele inleiding. En wat kunnen we nog meer vinden in ons paspoort? Helemaal niks? Nee. Met B kunnen we iets doen? Contact maken of zo? Welcome to Animus ja. Omega. Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Mélanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Okay. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Spacend. Dat is heel apart. Ja, het is heel lastig om uit te leggen, dat weet ik wel, want ik begrijp het ook nog niet helemaal. Maar je kan dus met die Animus, kan je dus terug in de tijd. En dan kan je dus, kijk, nu gaat hij een gebied namaken van dat jaartal, of een bepaald gebied. En dat is dus ook de Animus. Dat begreep ik dan uit de Assassin's Creed delen. Oh, wauw. Wauw, dit is mooi, jongens. Fantastisch, moet je kijken, wat een gebied, joh. Zo maak je een game, jongens. Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. Wauw. You see someone you know. 1715, jongens. Putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Flash roll. Gewoon bijna 100 jaar terug. Must be cautious. Yeah. Nee, meer 300 jaar. Goedemorgen. 300 jaar geleden, jongens, dit. Vandaar dat ik niet in auto's rijd. En op motoren crossed. Gewoon op ouderwetse boten vaart. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like pirates beware. Oké, en ik ben eigenlijk ook een piraat. Maar ik ben eigenlijk verkleed als een geen piraat, zeg maar. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. Ik ben al toe aan een tuk. Just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. Gaaf. Nou mensen, hoe dit afloopt,
Kijk, volgende keer verder naar een nieuw Assassin's Creed deel. En dan gaan we zeker verder, want we gaan een tukkie doen. En dat is ook belangrijk om in het spel af en toe een tukkie te doen. We hebben ook wel wat geld natuurlijk op de verzamelingen die we hebben gedaan met de research naar de kisten. En die schatkaart natuurlijk ook heel vet gedaan. Dus zeker blijven kijken en tot de volgende keer in een nieuwe deel van Assassin's Creed. Doei doei! Woo! Let's go! Zag je dat ik deed verkeerde outro?